Ja, hij flatlined. Hij flatlined. Yo kijkers, mijn stand en welkom een nieuwe video van Little Nightmares 2. Vandaag gaan we weer door waar we gebleven waren. En dat was natuurlijk bij de dikke man die van het plafond afhing. Oké. Oh, het wordt al meteen spannend. Het begint spannend. Daar is de dikke man. Daar komt hij met zijn hoofd. Oh, ik haat zijn hoofd. Oh, wat een vies hoofd. Wat een vies hoofd. En een bolle buik. Een bolle buik. Nee. Oh my. Het begint nu al. Ik denk dat ik niet mijn zaklamp moet aanzetten. Want deze guy is niet blind. Hij kan gewoon goed naar die poppen kijken daar op de tafel. Hoe wist hij onder welk bed ik zat? Wat? Oké, we hebben dus nu mensen die bedden kunnen pakken. Nee, moet ik legit gaan overrennen? Gaat hij hier blijven? Ja, hij gaat hier blijven. Nee. Dit vind ik echt niet leuk. Oké, ik moet even zijn patroon bekijken. Ik gok dat hij nu daar gaat blijven en we moeten daar naar de overkant. Oh, daar zit ook een knop. Nee. Oh, die moeten met een item. Oké, dus hij gaat naar die pop. Dan gaat hij naar die kast. Oh, maar hoe hangt deze man ook van het plafond? Oh my, het is gewoon een soort insect. Oké, dan gaat hij naar rechts. Oké, dat is heel veel opportunities. Oké, ga maar even in die kast graaien. Hopelijk ziet hij dit niet. Waarom loop ik automatisch? Oh nee. Hij gaat het bed checken. Nee. Oh ja, zit maar even lekker aan die pop. Oh ja, trek anders aan zijn been. Maar hij geeft hem een houten been volgens mij. Wat aardig. Kom Six, voordat het te laat is. Hoe zag hij mij niet? Nee. Don't you do. Oh ja, daar komt Six even casual. Nee, je snitcht me, Six. Oh, hij gaat weg. Oh. Oké. Dit hele gebouw is voor hem gemaakt, joh. Ja, oké, de muziek gaat weg. Hij komt niet meer terug. Please go away. Volgens mij gaan we in een vent. Oh, maar deze guy is heel goed in klimmen. Dus ik weet juist niet of ik in een vent wil. Ik wil liever laag blijven. We hebben nooit fans. En dan hebben we een keer fans is met een man die hoog is. Nee. Deze man is niet zo dom. Dat zie je nu al. Oké, dat is hoe hij vasthoudt aan het plafond. Dat was niet leuk. Dit is tot nu toe al wel echt... Dit is het meest scary. Die teacher was eng, maar jongen, dit is zo spannend. Zit hij hier niet? Ja, de deur is... Oh nee, hè? Huh? Er is helemaal geen deur. Oh, maar dat kan hier helemaal niet zijn. Doe dat nooit meer. Ja, ik kan daar achter komen. Kan ik gewoon zeg maar hierin? Hier, ik moet deze bak openmaken. Ik weet niet eens hoe dat zou moeten werken. Ja, dan kan je dingen overgeven. Maar dat is toch gewoon zo'n lijken ding. Deze man werkt in een mortuarium. Oh joh, dat is vast wel een aardige man. Laten we even een praatje maken. Maar waarom doet hij dan dingen met poppen? En hier zijn mensen in lijkzakken. Dat zijn twee hele andere dingen. Zit hij hier? Kunnen we Oh ja, we gaan even de lijken inspecteren. Kan dit? Oh ja, we kunnen gewoon naar de lijken kijken. Wat is dit? Oh, zie die kleine teen. Gadver. Oh, kijk, hier kunnen we overparcouren of niet? Easy. Zie deze skills.
Ik denk dat ik het heb verpest. Die kunnen we niet openmaken. Ik wil even kijken wat we allemaal open kunnen maken. Aangezien we ook die lijken dingen. Oh, huh? Oh, daar is een key. Oh, maar hij gaat hier doorheen komen. Dat weet ik nu al. Oké, dus niet te veel geluid maken. Maar daar is een key. Gaan we daar überhaupt komen? Ja, ik denk dat we via dat parcours daar rechts. En dat we dan zo hier over kunnen springen. Ja, zo. 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 Oké, ik hou de handen door het doek heen. Nice. Yes, easy, easy. And we did it, boys. Here we go. Hier naar boven hebben we de key. Voor wat? Weet ik niet. Me coming back. Kan je me even terugschuiven? Please. Oh, lekker met de vliegjes. Lekker met de lijken. Lekker met de lijken. Nee, Six! Six! Nee! Heb ik het gebukt? Nee. Six is slim genoeg dat ze weet dat ik er niet zit. Straks is dit niet Six en is die man die mij aan het pranken is nu, hè? Kijk, nu komt die man. Lekker man, Six! Oké, die man is hier niet. Waarschijnlijk is hij hier rechts de deur. Yup, it is. Ik ben echt blind. Ik kijk echt gewoon niet uit mijn doppen. Oké, duw hem open, Six. Oh, maar dit vind ik niet leuk. Dit vind ik niet leuk. Dit vind ik niet leuk. Hoe ook niet hoe de kastjes bewegen. Oh, en dit plafond. Dit is zijn klimplafond. Dat is gewoon een monk, hè. Hij is gereturned to monkey. Hij is in de proces van terug te gaan naar monkey. Wat? Deze man. Dit is de beste man. Tot nu toe in Little Nightmares. Hij is gewoon monkey. Hij ziet er misschien niet uit als een monkey. Nee! Oké, sorry, Six. Dat was erger geweest voor Six, want ik land keihard op haar kop en dan valt ze neer. We hebben een fuse nodig voor die deur. Nee. Lukt het, meneer? Nee, nee, Six. Doe me niet. Doe me niet. Nee! Wat doe je? Hij was zijn handen. Met zijn mooie mond. Nee, pijpleiding. Nee, Six! Zit zo in de weg. Zo. Oh! Ja. Wat? Nee. Oh, ik dacht even dat hij de tafel omhoog ging doen. Oké, hij pakt een zaag. Voor die guy. Ja, die gaat hij helemaal overhoop zagen. Oké, you do you, meneer. Oh! Woe! Wat gaat hij nu doen? Yo, Six, ik laat je achter, you! Oh, nee. We moeten die lever. Daar slaapt een guy en hij heeft zo'n heart rate monitor. Waarschijnlijk als we die lever doen, dan laten we hem flatlinen. Dan gaat hij dood. En waarschijnlijk wordt die man dan boos. Waarom zou ik dit willen doen eigenlijk? Oké, okay, guess we'll have to. Bre, ik hing vast. Mano, what are you doing, buddy? Ik hing vast. Dat vond ik niet leuk. Oh, hopelijk doet Six het daar goed. Oké, oh my mano, dat was gevaarlijk. Maar ik kan niet zo goed zien waar we moeten. Volgens mij is het gewoon zo. Ja. Ja, hij flatlined. Hij flatlined. En de deur is open, ja. Hij gaat er nu aan friemelen, die man. Hij gaat hem reanimeren waarschijnlijk. Yup. Oh, daar is een fuse. Ja, ja, ja. Six, help, 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 help! Oh nee, hij gaat dit horen. Oké, bro, je moet die geflatlijnde persoon achterlaten als je ons wil vangen. Go! Nee! Nee! Oh!
Nee, ik haat dit, ik haat dit, ik haat dit. Nee, Six. Six, je blokt. Je blokt me. Je blokt me. Wat een kind. Wat een kind ben jij, Six. Hoe zielig ben je? Six, laat me achter. Six. Ik glijf van mijn stick. Ik glijf van mijn stick. Nee! Go. Six, what are you gonna do? Six, kom! Nee. Kijk zijn tanden! Gadverdamme, met die lippen! Six, get me out! Hij drukt me plat! Ja! We gaan hem verbranden. En Six gaat even lekker zitten zo met de handjes even warm maken. Lekker bij het vuur. En daar komt er ook. En het is stil. Dat hartje klopt niet meer volgens mij. We hebben nu een lekker kampvuurtje. En die man is no more. We slopen iedereen zijn business in dit dorp. Boost me. Ja, we zijn de nightmare voor deze stad. Vandaar Little Nightmares. Oh, maar dat betekent dat we nu uit de hospital zijn. Yes, sir. We komen daar boven. The heroes out of the underground. Oh, nee. Nee. Beetje suspicious, maar ik denk omdat de chapter voorbij is, dat is meestal met Little Nightmares, is dan even een stukje rustig. Het is gewoon even chill parcours, lekker met Six. En bim! Oh, ik vind het buiten er altijd zo ziek uitzien. Oké. Lekker man, bro. Kom op, Six. We gaan. Oh, dit is toch een sicke environment. Even serieus, weer tv's. Iedereen gooit zijn tv's weg, omdat ze allemaal worden bezest. Hier zijn we op de streets. Maar kijk hier. Oké. Alle mensen zijn vervangen door kleding. De schoenen zijn er nog, de hoed en de kleding. In de zitpositie. Wat was dat? Deze muziek. Maar ja, dit is dus iets met kleding. Dit heeft iets met kleding te maken. Tenminste, de buitenstad. De binnenair is niet. En for some reason, lag me. Oh. Oké. Dat... Schrok me dood, ouwe. Oh my. Nee. Onze volgende enemies worden grote mensen. We gaan nu de residence zien van... Ja, we zitten nu gewoon in een huis. We gaan nu de residence zien van deze stad. Oh, he died. Denk ik. Oké, ik hoop dat je maar dood bent. Ik ga snel. Oeh, jemig Six. Heb alsjeblieft wat respect. Go! Kom hier nog, Six. Of vind je dat lijkt zo geweldig? Nee, TV. Calling it. Boom! Hij gaat aan. Deze muziek. Sorry, maar deze muziek is heel random. Ja, hier kan ik wel om lachen. Waarom zijn deze mensen allemaal zo gefocust? Ze hebben niet eens door dat wel licht in hun ogen schijnen. Nu vind ik de muziek niet meer leuk. Dom, 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 dom. Dit vind ik leuk. Zelfs in bad tv kijken, dat is dedication. Ja, we hebben nog wel even, we hebben nog wel 7 minuten. Oké, daar slide ik er bijna vanaf. Oké, Six, duw me niet midden in de lucht, verdorie. Ja, Six, kijk maar niet naar beneden. Ga maar gewoon. Oh, ja, deze lift werkt ook natuurlijk. Gaat zo iedereen uit zijn appartement? Wait, what? Oh. What? What? Oh. Oh, je moet midden van de lift eruit springen. Ik ben zo dom.
Miesdam. Ja, ik ben gewoon gewend aan games. Dat in een lift kan je niet bewegen. Of dat is een loading screen. Maar dat is niet een little nightmares. Dit is van Little Nightmares 1 met de janitor. Oké, Six, blijf jij daar? Six deed niks. Nou, Six, ik laat je achter. Wait, hoort dit? Ik voel me nu een muis. Oh, we gaan walljumpen. Kijk, deze Mario-style. Ja! Six, waarom sprong je niet? Konden we niet iets van follow me of zo? Jullie kunnen toch gewoon een beetje communiceren? Oh, Six zit toch in de lift? Oké, er is niet voor niks die can daarboven. Dat is niet voor niks. Daar gaat iets lopen. Waar... Wat zoek ik? Wat zoek ik? Oh, een sleutel. Ja, of course. Maar ja, weet ik veel dat hij in een kastje zou zitten. Ik dacht, we gaan ergens naar boven klimmen. Omdat die cam zo naar boven gaat. Six, ik red je al. Maak je maar geen zorgen. Six, je zou me best wel mogen helpen. Want ik heb geen flauw idee wat we nu moeten... Oh. Kan je me even boosten hier? Ja. Ja, niet. En dat doet... Kom! Gaan we nu weer naar beneden. Shit. Are you stupid? Wat moeten we doen? Moeten we gewoon samen hier naar rechts? Ik denk het wel, want in het kamertje links is niet heel veel meer te doen. Six, waarom ben je zo static? Six, doe iets! Ik ben achterlijk volgens mij. Ik heb echt geen flauw idee. Hoe kan ik zo dom zijn? Ik kan nog wel naar beneden om even dingen te checken. Dat doen we dan wel gewoon de volgende video. Kijk, smash op die like als je deze video van Little Nightmare super awesome vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!